ook op deze vrijdag hebben we een hele leuke jonge dame uitgenodigd om in de studio te komen. En ze is er. Ze komt vanuit Rotterdam en degene die haar kennen, die is Marouk. Marouk van Kieren Art. Kieren Art zal zij zelf vertellen wat het is. Maar we starten vanavond met Marouk. Marouk, welkom in de studio. Ja, dank u wel. Bedankt voor het uitnodigen. Geen dank. Het is zo, we hebben je al een tijdje lopen volgen en Marouk die doet heel veel met calligrafie. En dat is haar passie. Hoe is dat dan ontstaan, Marouk? Ja, voor dit verhaal moeten we inderdaad een beetje teruggaan in de tijd. Mijn vader die deed calligrafie en ik kom ook uit een kunstenaarsfamilie, zeg maar. Dus ja. Iedere keer als ik naar Pakistan ging, dan zag ik allemaal mooie kunst om me heen. Dus dat heeft me wel een beetje aan het bewegen gezet. Mm-hmm. En dat heeft me veel inspiratie geboden. En van mijn vader heb ik toen de Arabische calligrafie geleerd. Ja. Hij deed de Persische script, dus dat heette de Nastaliq. Iets heel anders dan wat jullie nu op de dingen zien, op internet zien. Maar wat ik dan nu doe is meer het Ottomaanse script, het heet de Thuluth. En die heb ik toen ook echt van een Turks leraar geleerd. En ik heb ook in Istanbul een korte cursus calligrafie gedaan. Oké. Okay. Ja, en zo verder ontwikkeld daarin. Ah, nu is het zo, als ik kijk naar jouw achtergrond, wat ben je precies? Wat ben ik precies? Ja. Nou, ik kan het even niet uithalen, want ik hoor een mengeling hier. Ja, er zit al het een en ander in. Ja. Mijn moeder en vader zijn beide in Pakistan geboren. Okay. Mijn opa van mijn moeders kant die komt uit India. En mijn vader, zijn familie, die is Pathaan. So. Dus die spreken Pashto, zeg maar. Noorden van Pakistan, een beetje met de grens van Afghanistan, die gebied vandaar. Pashto, ja. Ze spreken bijvoorbeeld een beetje Persisch, zo Halimachuture en zo. Oh, precies. Ja, vandaar dat ik die kan plaatsen. Halimachuture, ja. Hoe gaat het? Okay, ja. Met je of met u? Ja. Okay. Ja, mijn vader sprak wel heel goed Pashto, maar helaas heeft hij mij dat niet heel goed geleerd. Dus ik beheers het verder niet, wat ik wel heel jammer vind, want het is echt een mooie taal als je mij vraagt. Ja. Maar de Urdu beheers ik wel heel goed, want dat hebben mijn ouders me wel geleerd. Ja, hey, wat doe je in het dagelijks leven? Want je doet kalligraferen, maar naast kalligraferen ben je ook, heb je privéleven? Ja, ik ben gelukkig getrouwd en ik heb 3 kinderen, dus ik ben fulltime moeder ook. Ja, ik heb 3 prachtige dochters. Daarnaast geef ik les op de basisscholen. Op verschillende basisscholen geef ik les als kunstdocenten. Op een freelance basis, dus een school in Amsterdam, een school in Schiedam. Mm. En zodoende dat ik nu ook les ben gaan geven in de kunst. En daarnaast maak ik nog steeds muurschilderingen bij mensen thuis. Mm. En ik maak kunst in opdracht, het is echt op een doek. Het is echt custom work, zeg maar, dus dat lever ik nog steeds. Ja. Ja. Oké, okay, laten we beginnen bij het begin, het kalligraferen zelf. Ja. Welke leeftijd ben je begonnen? Nou, ik was heel jong. Ik was volgens mij 8-9 jaar toen ik mijn vader zag calligrafie maken. Mm-hmm. We hadden thuis een telefoonboek. Ja. En iedere keer als mijn vader een naam erin zette, deed hij dat heel mooi met calligrafie. En dan zette hij een telefoonnummer erachter. Dat is nog in die tijd, weet je wel. Ja, telefoonboekjes hadden met namen. En met telefoonnummers erachter. En al die namen zagen er zo mooi uit, weet je wel. Met echt heel mooie calligrafie. Ja. En nou, toen ging ik dat namaken stiekem. Oh. Dus ik heb dat iedere keer lopen namaken. Waardoor ik een beetje die vormen leerde herkennen. En zodoende ben ik een klein beetje erin gerold. En kijk, het is veel meer dan calligrafie natuurlijk. Het is ook echt kunst maken. Dat heb ik wel echt in Pakistan ontwikkeld. Ik heb daar een cursus glasschilderen gedaan. En die cursus glasschilderen, dat was heel mooi en breed. En toen heb ik dat ook hier naartoe gehaald. Mm-hmm. En dat was best wel nieuw in Nederland. Want er was nog niet echt veel acrylverf en andere soort verf had je. Glasverf heb ik toen een beetje vanuit daar meegenomen. En volgens mij heb ik in 2006 mijn allereerste muurschildering gemaakt. En dat was helemaal toen voor het eerst. Dus dat was echt in één keer een knaller, weet je. Dus dat was best wel leuk. Ja, het viel heel goed in de smaak. Ja. En ja, ik had toen een Facebookpagina gemaakt. Het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling hoor, om kunst te maken. Maar ik...
Ik studeerde HBO, ik heb communicatie gedaan en daarna in de mediamarketingwereld gewerkt eventjes. Ja. En op de een of andere manier ging de kunst zo hard, zonder dat ik het door had, weet je wel. Ja. Had ik volgers op Facebook en zo, dus terwijl ik dat eigenlijk gewoon voor mezelf had gemaakt, omdat ik mijn telefoon leeg moest krijgen, ja. Ging mijn foto's plaatsen op Facebook. En op de een of andere manier kwamen er toch volgers, meer volgers, er waren alleen vriendinnetjes. En op een gegeven moment ging het groeien en groeien. En ja, zodoende is dat ook best wel veel gegroeid. En op een gegeven moment kreeg ik ook opdrachten. En toen dacht ik, nou oké, nu moet ik wel een beetje serieus gaan worden. Ik ben KVK ingeschreven. En zodoende dat ik echt... ben gaan werken. Ja, ja, een beetje erin gerold, ja. Nou oké, nu is het zo. Je bent erin gerold. Hoeveel jaar doe je dat al als professional? 13 jaar. 13? Oh, ja. Dat is heel lang. Ja, ja, dat is best wel lang. Ja. Maar ik zal Galit even een vraag stellen. Ja, je heet Maroeg of Maroeg? Maroeg. Maroeg, ja. Kijk, Maroeg, de betekenis, voor zover ik weet, in het Persisch. Het is een Pashto naam, zeg maar, die uit het Pashto komt. En Ma is de maan. En Roeg is een soort van het zicht. Ja, zeg maar. Roeg, dus, ja. Ja, dus Maroeg, ze vertalen het als een zicht van de maan of gezicht van de maan. Mm-hmm. Net als bijvoorbeeld Shahrukh, dat is de koning aanzicht. Ja, Shah is betekent koning. Ja. Koning, ja. Dus ja. Een beetje aanzicht van een koning. Ja. Nou, Ma is de maan. Dus zodoende, de betekenis die ik ken is inderdaad dit. Aanzicht van de maan. Sommigen zeggen in het Urdu Chand Ka Chehra, weet je. Omdat het zo bekender, dat klinkt wat bekender. Maar hoe is dat zo ontstaan? Ja, goed. Dat is inderdaad een vraag die ik heel vaak krijg. Misschien wel het meest misgestelde vraag. Ja. Heet ik nou Kieran of heet ik nou Maroeg? Kijk, toen ik was geboren hebben mijn ouders mij Maroeg genoemd. En op een gegeven moment waren mijn ouders daar niet meer zo heel zeker van. Want ze dachten van, oh, weet je, dadelijk gaat ze Maroeg of Marokkaan genoemd worden. Oh. Dus we veranderen haar naam. Maar wat hebben ze gedaan? Ze gingen me gewoon thuis Kieran noemen. Ja, echt als baby zijnde al. Mijn familie, vrienden, overal noemden mij Kieran. dat betekent zonnestraal. Ja, zonnestraal. Een Hindi. Ja, precies. Dat is weer een Hindi naam. Ja. Maar op een gegeven moment, op school werd ik nog wel gewoon Maroeg genoemd. Want ja, die gaan we gewoon dat noemen wat op mijn paspoort staat. Yeah, yeah. Dus daar werd ik wel Maroeg genoemd. Dus ik ben echt met twee namen opgegroeid. Kijk, ik ben zelf religieus, hè? Ik ben zelf islamitisch. Mm-hmm. Dus ik vind het altijd wel heel erg leuk om bij te dragen aan de moskee. Want moskee zien we als het huis van God. En daar wordt dan gebeden. En als jouw aandeel daarin is, we proberen altijd een beetje bij te dragen aan de moskee, dus in de bouw van de moskee en met een moskee te versieren, het huis van God mooier te maken, draag ik op die manier bij, zeg maar. Dus dat vind ik heel erg leuk om te doen. Wat ik ook heel leuk vind, is gewoon schilderdoeken. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de laatste tijd, omdat ik veel aanvragen krijg, mensen willen muurschilderingen thuis, dat kilt wel een beetje mijn creativiteit, omdat ik daardoor niet echt vrij ben om gewoon mijn kunst, zeg maar, te maken zoals als ik dat wil. Nu heb je verteld van nou wat je allemaal kan, wat je doet. Hè? Heb je nog tijd voor jezelf thuis? Ja, ik heb zeker wel tijd voor mezelf hoor. Ja, dat probeer ik wel aan te komen hoor. Want ik heb echt mijn rust ook nodig. Mm-hmm. En mijn eigen ontwikkeling heb ik ook nodig. Ja. En meditatie en ja, goed huishouden. Je kent het wel, huishouden, kinderen verzorgen, koken, schoon, alles huishouden hoort er allemaal bij. Dus dat blijft wel gewoon rollen. En ik probeer daar niet in het tekort te schieten. Ik ben zelf ook wel heel open en vrij opgevoed, weet je wel. Mijn vader die was best wel echt een... hij heeft de feminist in mij laten zeggen wakker gemaakt. Kijk, ik kom echt uit het meisjesgezin. Mijn moeder heeft 4 dochters. Ja. Dus wij werden altijd heel erg aangemoedigd om te gaan studeren. En als we, zodra we 18, 19 waren, moesten we onze rijbewijs gaan halen. Ja. Zelfstandig worden, weet je wel. Kijk, ja, en ik weet niet of het bij jullie hetzelfde is. Ik denk het wel trouwens. Zeker. Maar ik heb nu zelf ook 3 dochters. Ja. En ik worstel... Volgens mij heb je dat wel geërfd, hè? Misschien wel. Misschien wel. Maar ja, ik worstel nu wel met het volgende. Dat ik er namelijk best wel vaak mee word lastig gevallen. Of, weet je wel, ik krijg continu over de hele wereld. En ik heb het ook over mijn familie en Pakistan vrienden die mij een zoontjes toewensen. Maar ik wil echt zeggen, mensen, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Weet je wel, waarom moet ik per se een zoon hebben om gelukkig te worden, zeg maar. Zou deze toekomst nog voor je kunnen bieden?
Hoe zie je de toekomst verder in? Ik vind dat de islamitische kunst nog veel meer mag groeien. Mm-hmm. Ik voel me nu best wel eenzaam in de kunstwereld. Er is veel te weinig nog in Nederland. En ik geef nu mede daardoor ook les op de basisscholen. Ik dacht, ik geef echt les in islamitische kunst. Ja. Want ik wil graag dat de islamitische kunst gaat groeien in de toekomst. En een droom van mij is ook echt een kunstgalerie en een islamitische kunstmuseum. Op het moment dat ik naar buiten kwam met mijn kunst, had ik nog niet gedacht dat ik echt een bekende artiest of zo zou worden. Dat had ik helemaal niet gedacht. Dat is ook gewoon toevallig zo gelopen, zeg maar. Dus mensen kwamen echt naar me toe van, hoe heet je ook kunst, weet je? Ja. En volgens mij was het mijn man die daarnaast me stond. Die zei van, ze heet Kieran. Dus haar kunst heet Kieran Art. Weet je wel? Dus zodoende heb ik die naam gekregen. Okay. Maar het grappige is nu wel dat mensen nu denken van, oh, ze heet Maroeg, maar haar kunst heet Kieran Art. Dus je moet je kunst naar iets anders of naar iemand anders noemen. Dus ze denken dat ik mijn kunst heb genoemd naar iemand of zo. Naar een Kieran als je artiestieke naam. Zo moet je het zeggen. Ja, maar wat je dan wel krijgt, kijk, in andere landen waar je kunstenaars hebt, die noemen hun kunst gewoon naar zichzelf meestal. Weet je, want dat is een kenmerk van een persoon zelf. Mm-hmm. Kijk, ik heet wel Kieran, maar veel kunstenaars in Nederland die er zijn gekomen naar mij, die noemen hun kunst iets anders. Dus die heten iets anders, maar die noemen hun kunst naar iemand of naar iets, weet je, of iets wat u inspireert, of een naam van God, of zodoende. Dus dat vind ik eigenlijk wel grappig, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik denk dat de meeste kunstenaars ook altijd een boodschap hebben, weet je wel. Kijk, toen ik jonger was, heb ik veel geworsteld met identiteit. Ik ben een Pakistaanse, geboren en getogen in Amsterdam. Maar ik had ook heel veel te maken met, vooral na 9/11, heb ik veel te maken gehad met terrorisme en islamieten en negatieve naam voor de moslims. Dus toen, dat hield me wel bezig, laat ik zo zeggen. Want de islam die ik van huis uit heb meegekregen, was niet zoals wat ik zag op de media. Ja. En zodoende dat ik mij ook wel echt gedreven voelde om daar ook wel iets mee te doen. Dus ik probeer altijd wel, zeg maar, de islamieten een beetje in een positief daglicht te zetten. En kijk, kunst is een universele taal, hè? Ja. Dus ik denk dat veel mensen dat ook wel begrijpen. Okay. Nou, ik zie dat bijvoorbeeld als een kans om mezelf te presenteren, mijn kunst te presenteren, maar ook het mooie van islam te laten zien, weet je wel? Dat islam is niet alleen maar haat en terrorisme en boos en et cetera. Nee, het is juist ook kunst, het is mooi, want islam heeft zoveel moois te bieden. Ja. We vertellen dan iets extra's dan over het geloof dan naast het kalligrafie. Altijd. Oh, okay. Ook zelfs op islamitische basisscholen ben ik altijd wel bewust of onbewust bezig met het mooie van islam naar voren brengen. Weet je wel? Bijvoorbeeld, soms heb je kinderen die hebben geen geduld. Nou, sabr, je moet geduld hebben. Je moet proberen mooie dingen te maken. Je moet problemen oplossen. Niet, ik geloof dat het allemaal wel echt religieus is. Dus je laat de schoonheid zien. De schoonheid probeer ik te laten zien, inderdaad, weet je wel. En kijk, op de middelbare school, daar ga ik ook boekjes meenemen met allemaal foto's van moskeeën en zo. Nou, zo, kijk, er hoeft maar iets kleins te zijn wat iemand ziet en wat hij mooi vindt. En waardoor hij dan gaat denken van, hey, dat is wel mooi, joh. Is dat ook islamitisch? Wij dachten dat islam alleen maar bestond in bommen en zo. Maar dat heb je nog niet, dat tekening niet, hè? Nee, tekening. Oké. Okay. Ja. Hey, ik vraag me af van, nou, dat er handje niet even ervan afschiet. Nee, dat is echt. Nee. Op de een of andere manier. Joh, ik ben al 13 jaar aan het oefenen. Als je 13 jaar lang hetzelfde doet, dan wen je er echt wel aan. Ja, weet je wel? En sowieso, ik had altijd al een hele vaste hand. Op de basisschool al kon ik zo mooi tekenen. Ik zat op een kunstmagneetschool. Dus dat heeft me ook wel een beetje getriggerd, denk ik. In Amsterdam. En die school, daar had je heel veel handvaardigheid, tekenlessen, schilderlessen. Je had ook dans, muziek, theaterlessen. Dat was echt een kunstmagneetschool. Plus wij gingen op de basisschool zeker minstens 4 keer per jaar naar musea. Dus zeggen thuis, mijn moeder kon ook heel mooi tekenen. Dus zij heeft me ook heel veel meegegeven. Bepaalde vormen, figuren, die heeft zij mij dan heel erg meegegeven. Vanuit de Pakistanse cultuur komt ook nog hele mooie invloed. Dus dat is wat ik bedoel. Er valt nog heel veel te doen in de kunst. Met het jongerenprogramma. Op dit moment luisteren heel veel jongeren ook naar jou. Wat zou je die willen vragen om, zeg maar, deze wereld in te stappen als ze dat kunnen? De kunstwereld bedoelt? De kunstwereld, ja. Ja, nou zeker. Leuk, alleen maar goed. Kijk, wij hebben een hele rijke geschiedenis. Een hele rijke kunstgeschiedenis. Onze religie, de islam, is echt heel mooi, heel breed, wijd, vriendelijk en open.
We zouden dat moeten gebruiken om ons te ontwikkelen en ook om ons meer te verdiepen daarin. Maar ook om het mooie van islam naar Nederland te halen. Zo kun je bruggen bouwen, zeg maar. Weet je, wij hebben hier een taak. Wij moeten de islam op een positieve, mooie manier neerleggen, zeg maar. En we hebben, een kustenaar, altijd heeft een kustenaar een boodschap. Als een kustenaar geen boodschap heeft, dan is het niet een kustenaar, dan is het gewoon een designer, weet je wel. Dus jij moet even jouw boodschap even gaan. Kijk, kijk maar naar Mozaïek. Hoe mooi is dat, weet je wel, calligrafie en architectuur. Als je naar Egypte, Turkije gaat, Andalusia, je ziet echt de mooiste architectuur. Waarom is het alleen maar daar gebleven? Waarom kunnen we dat niet verder ontwikkelen? Weet je, het is echt handwerk. We hebben ook dichters, de dichterkunst is ook heel rijk in bijvoorbeeld de Persische taal, in de Urdu taal. Ja. Dat kan heel mooi en heel diep en ook nog heel wijs en leerzaam zijn. Dus ik denk dat we daar heel veel uit kunnen halen. Eigenlijk nog veel meer dan in de Nederlandse. Maar ik vind dat juist mooi, hè. Kijk, wij zijn rijk omdat wij verschillende culturen kennen. Kijk, wij kunnen vanuit de Nederlandse cultuur mooie dingen halen. Wij kunnen uit de Pakistanse cultuur mooie aspecten daaruit halen. En wij kunnen dat doorgeven aan onze generaties die eraan komen. Hou je van gedicht? Hou je van Sher Shairi? Zeg je wel eens een gedicht van Umar Khayyam of van Mirza Ghalib? ik hou er wel van om te lezen. Ik moet zeggen, ik lees wel Naat Sharif, dat is zeg maar Nasheed, weet je wel, lofzangen inderdaad. Ja, ja. Nou, daar komt heel veel poëzie bij kijken. Ja. Dus ik ben er altijd wel mee bezig. Ik vind het wel mooi. Zelf dichten heb ik niet echt geprobeerd nog, misschien in de toekomst. Maar ik heb er wel passie voor, zeker weten wel. Ja. Ja, heel leuk. Nou, dat is heel goed. Ik zie dat je heel enthousiast mee bezig bent. Hè? Ik zie de kracht in jou. Dat je dat veel verder gaat brengen. Ook voor heel veel mensen die jou gaan leren kennen. Nou, dan zou ik zeggen van Marouk, alles wat je aan ons publiek wil meegeven, dat ik niet gevraagd heb, geef ik je hier de kans om dat aan hun kenbaar te maken. En voor de laatste keer van, als je een 06-nummer hebt, nou liever niet, maar dat je dat via je... Op de radio, ja. Nou ja, kijk, als je vragen hebt, je kunt gewoon altijd een e-mail sturen naar info@kirenart.nl. En wat wil ik meegeven? Love, peace and harmony. Ik voel me net een hippie, weet je wel. Maar dat is echt zo, love, peace and harmony. Even wat meer tolerantie. Kijk naar de overeenkomsten. Kijk, u bent hindoe toch, neem ik aan? Nou ja, ik ben islamitisch, maar ik ga dat niet aan u... Ik ga niet alleen maar over de verschillen praten. Van, oh, dat, u bent anders, u gelooft dat, ik geloof dat. Dat doen we hier niet. Nee, dat vind ik niet kunnen. Maar dat geldt ook voor moslims onderling bijvoorbeeld. Je hebt ook weer stromingen en zo, weet je wel. En die gaat niet met die en die vindt die niet aardig. En dan denk ik, mensen, laten we alsjeblieft kijken naar de overeenkomsten. En niet alleen naar de verschillen, weet je wel. Er is zoveel ellende op de wereld. Je moet echt je eigen omgeving in ieder geval een beetje vredig houden. Ja. En ik zou zeggen van bij deze bedankt voor de komst vanuit Rotterdam. Ik zeg een hele fijne rit weer terug. En tot gauw. Jo, bedankt. Dank je. Tot gauw.